Goedemorgen, gemeente hier de kerk en thuis bij de kerkradio. Allemaal van harte welkom bij deze dienst die geleid zal worden door dominee Weging. Op het orgel hoort u Bert de Hertog. Mijn naam is Hans Dolleman. We beginnen deze dienst door te zingen van Psalm 130, vers 3. Dat begint met: Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe. Gaat u staan, alstublieft. Zullen wij stil zijn voor het aangezicht van God? Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is de derde zondag van Advent. Volgende week zondag, maar het is de dag vlak voor kerstfeest, de vierde. Dus voor ons gevoel gaan we de laatste Adventsweek in. In de kerkelijke traditie heeft deze zondag een naam. Dat heb je aan Latijn, Gaudete. Maar de vertaling daarvan, dat is verheugt u. Op deze zondag mag de vreugde over de komst van Christus doorklinken. Die naam komt uit, dat is het openingswoord, Filippenzen 4. Laat de Heere uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heere is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank hem in uw gebeden. Zo openen we deze dienst. En dan zingen we ook de psalm die oudergewoonte bij deze zondag hoort. Psalm 85. En in de oude berijming zingen we daarvan het derde en het vierde couplet. Een mooie psalm. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Thank you.
al om. Gods gebod vinden we in Deuteronomium 6 en in Romeinen 12. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht, dan zal het u goed gaan en u zult zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u heeft gesproken. In het land dat zal overvloeien van melk en honing. Luister, Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik heden gebied, moeten in uw hart zijn. Wil ze ook uw kinderen inprenten. En wil erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. En dan het Nieuw Testamentische vermaan dat daarbij aansluit. Laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwaad, wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heere. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen maar, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid en ga niet af op eigen inzicht. Zo is het gebod en ook het vermaan van de Heilige Geest. Daaronder belijden we zometeen onze zonden en het is ook de regel om de nieuwe week in te gaan. We zingen uit een adventsgezang. Het is 125 uit het liedboek 1973. Nu eerst het tweede couplet, mooie melodie. En we hebben het vaker gezongen. O kom, gij wortel Isaï. Gebed bidden we tot de Heere om vergeving van onze zonden en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere, we komen samen in de gemeente op zondag.
En we zijn verenigd met zoveel anderen die op dit of op een ander moment deze dag ook de eredienst beleven. Hoe verschillend ook, één in het geloof dat een mens zich mag richten tot u. En we prijzen uw naam deze morgen, omdat we wakker mochten worden en de nieuwe week mogen ingaan in de verwachtingstijd en mogen samenkomen op zondagochtend, de dag dat Christus opstond en een heerlijk licht opging, het licht dat wij ook nu in de kerst mogen verwachten. We danken u dat we in vrede en veiligheid en vrijheid hier mogen zijn. En wat we hier mogen doen en velen die met ons zijn verbonden, ook door broeders en zusters uit de gemeente en uit andere gemeenten en tot over de grenzen heen wordt er meegeleefd. Wat we hier in de grote kring mogen doen, Heere, geef daarover nog uw zegen. Past ons om ootmoedig voor u te zijn. Een mens is maar een klein mens. En bescheiden en beschaamd komen we tot u. Hoe zal een mens naderen tot u? Niet uit eigen kracht. Leg voor ons de weg open in Christus. En geef ons ook vanmorgen nog uw genade, als we u belijden dat we gezondigd hebben. In onze meest eigen dingen, in ons denken en doen, ons handelen, ons spreken, ons wandelen. Wilt u, als we uw eer niet bedacht hebben en de naaste aan de kant schoven, ons nog genadig zijn? Wat is de grote last die de Heiland voor ons wilde dragen? Wat een geboren vakman om de zonden van de wereld op zich te nemen. En dat u zo lief, zo goed bent, dat u ons de Christus geeft, opdat we niet verloren gaan. Dat evangelie van uw genade hebben we lief. Laat het ook vanmorgen mogen klinken. En wilt u ook deze dienst in alle eenvoud gebruiken, tot eer van uw naam, maar ook tot opbouw en behoud van onze zielen. We danken u dat we komen mochten, dat we weer konden aanschuiven vanmorgen. En dat de gemeente vertegenwoordigd is hier in het koor van de kerk, en waar de plaatsen bezet zijn, en waar we van jong tot ouder zijn samengekomen, en al die anderen die met ons in het gebed zijn. Heren, wilt u ook aan alle voorgangers en alle muzici en alle die regelen in de kerkenraden en die de kerken openstellen en het organiseren en die voor de kinderen wat doen vandaag, kracht geven. En wilt u het zo maken dat er een opwekking is? Wat een heerlijke morgen als het evangelie tot ons mag doorkomen. U kent ons, u weet onze gedachten, misschien de moeite die we hadden om hier naartoe te gaan, de vreugde die ons trekt, misschien de zorg die we voor u neerleggen. Er is zoveel in het verborgene. U ziet in het verborgene. En u bent een God die ook troostend nabij wilt zijn. Heren, we danken u dat we deze dienst mogen hebben. We bidden ook voor de kinderen uit ons midden. We bidden ook voor kinderen in gezinnen. En als de gezinnen zijn aangesloten voor morgen en de uitzending volgen, dat het ook iets mag zijn wat hen blij maakt in hun hart. Heren, wilt u bij de christenen zijn die niet in vrijheid mogen samenkomen. Plaatsen waar het geloof verboden is. En ook op plaatsen zijn waar misschien nog maar enkele christenen wonen. En de meerderheid van de mensen heel andere dingen doet. En het soms zo eenzaam is in het geloof. Dit is een dag van gemeenschap met u en met elkaar. En ook een dag van vreugde. Kom met uw lieve Heilige Geest in ons midden. En geef ons het evangelie dat we vanmorgen ook mogen opslaan. Laat het een boodschap zijn die we nooit meer kwijtraken. Wilt u ons gebed verhoren? In eerbied bidden we u dit, in Christus naam. Amen. Ziende op het kruis des Heren mag voor een ieder die schuld beleden heeft er zijn genade, vrijspraak en gerechtigheid. Ik citeerde de tekst al net en op de weg hier naartoe luister ik naar een radioprogramma. En toen werd dat ook in een mooi kinderlied gezongen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat een prachtig evangelie is dat. Ik lees omdat het Advent is en dan klinkt het woordje Hosanna door. Iets van Hosanna uit een psalm. Psalm 118, dat is nog niet de lezing. Dit is door de Heere geschied, het is wonderlijk in onze ogen.
Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten we ons verheugen en verblijd zijn. Maar we zeggen, Hosanna, och Heere, breng toch heil, och Heere, geef toch voorspoed. Het is een dag van gebed en aanroepen van God. Wij zingen nu het derde couplet van het gezang 125, O kom, gij Oriënt. Uit de Bijbel vanmorgen, uit het Eerste of Oude Testament, Malachi 3, te beginnen bij vers 16 en te eindigen bij het derde vers van Malachi 4. En uit het Nieuwe Testament lezen wij vanmorgen al uit Lucas 2, de versen 25 tot 32. Het eerste gaat over troost in aanvechting. En het tweede gaat over Simeon en het kinderke Jezus. Hoor de woorden, lees ze mee, of van het scherm of uit de Bijbel, maar het komt naar ons toe wat God tot ons spreekt. Dan spreken zij die de Heere vrezen, ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, voor wie de Heere vrezen en wie zijn naam hoogachten. En zij zullen voor mij, zegt de Heere van de legermachten, op de dag die ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie hem niet dient. Want zie, die dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon van de gerechtigheid opgaan, en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen, voorzeker stof zullen zij worden onder uw voetzolen. Op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. En dan als adventsevangelie vanmorgen uit Lucas 2, Simeon. U ziet bladeren kost ook zoekwerk. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend.
Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Hier eindigen wij de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn wij als wij het woord van God horen en bewaren. Hosanna. Zullen we een kindermoment houden vanmorgen? Want ik zie kinderen in ons midden en dan is dat eigenlijk prachtig om dat met elkaar toch te doen. En dan zingen we ook zometeen een kinderlied en dat gaat Bert voor ons spelen en dat gaan we met elkaar dan ook meezingen, klein en groot. En dat is, Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als, hoe gaat het verder? Kaarsjes brandend in de nacht. Als ik nou eens een beetje even naar hier kom. De kinderdienst wordt vanmorgen door Anja den Dulk geleid. En ik kom even hier staan. Zijn er kinderen die naar de nevendienst gaan vanmorgen? Hé, hey, wat goed zeg, kom eens even hier. Heel goed. Mama moet ook even mee, geloof ik. Jij bent, volgens mij ben jij Imkje. Dat wist ik nog, hè? Imke, zie, bijna goed. En jij bent? Verder. Verder, hartstikke goed. Mooi dat jullie gekomen zijn. Ik ben blij om je weer te zien, zeg. Je bent ook een beetje groter geworden. Hoeveel centimeter ongeveer? 1,50. 1,50, oké. Nou, jij kunt goed rekenen en meten. En jij bent ook groot geworden. En Hadassa wordt ook groot. Heel mooi. Anja, jij gaat vertellen over de verlosser die komt. Dus het Adventsevangelie ga je vertellen aan de mensen. Anja, waar zit je? Daar, ja. En Anja vangt jullie zo meteen op. En ik vind dat fijn dat kan gebeuren. En dat kinderlied over Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, dat kennen we wel natuurlijk. Hè? Dus dat... Nou ja, anders gaan we het gewoon leren vandaag. Ik vind het wel hartstikke leuk dat we dat zo met elkaar kunnen zingen. En ik ben ook wel een beetje blij dat het kerstfeest wordt. Jullie dan? Waarom ben je blij met kerstfeest? Nou, voor... Ja, dat het nu niet meer zo vroeg donker wordt eigenlijk. Dat het niet meer zo vroeg donker wordt, de dagen worden langer. En als het licht wordt, dan denk je altijd extra aan God. Ja, en wat vind jij leuk? Ik vind het fijn, net als mijn broer. Net als je broer en je hoopt dat het een mooi feest wordt. En wat zegt Hadassa tegen mij altijd als je naar huis toe gaat? Fijne zondag? Ja? En wat zegt de moeder van Hadassa van het kerstfeest? Nou, daar ik ook wel naar uitkijk. Daar kunnen we naar uitkijken. Gaan we doen. We gaan het lied zingen. Bert begeleidt ons op een mooi lied. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt, jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Jezus zegt dat hij ieder kaarsje ziet,
Of het helder licht geeft of ook bijna niet. Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Jezus zegt ons ook dat zo donker is. Overal op aarde zonde en droefenis. Laat ons dan in duister heldere lichtjes zijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Lopen jullie die kant op en een mooie bijeenkomst. En straks voor de zegen ben je weer terug. Doei. We zamelen de gaven in. De diaconiecollecte vanmorgen is voor het werk van Artsen zonder Grenzen. Dat is... Is er iets? Oh, de zakjes. Oh, mooi. Wil je met de hand op? Wil je de hand op? Dat is diakenenwerk. Maken jullie je maar lekker even druk voor de zakjes zometeen. Goed zo. En de tweede collecte is pastoraat en eredienst. Dat is het werk van de gemeente en van de kerk die mag voortgaan. En de derde collecte onderhoud oude kerk. En met dat dat nu gebeurt, zingen we uit Psalm 62. En dat zijn de woorden van de nieuwe berijming. Die is ook al van 1967 hoor. Uit Psalm 62, het eerste couplet en het vijfde. Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer. En voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots.
Na de preek zingen we: gaat stillen in den landen, uw koning tegemoet. En gij schenkt met volle handen, diezelfde de armoed draagt. Adventsgezang, het eerste coupletje uit het liedboek 127.1. En het couplet daarna, dat ook in de hervormde bundel staat, gezang 4, vers 7. En op de manier waarop we de liturgie projecteren, hebben we ook daardoor vaak een wat makkelijke vrijheid om van her en der toch bewust gekozen liederen te kunnen zingen. Vanmorgen de prediking uit Lucas 2, vers 25. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En dan hebben we het over de stillen in den landen. En als we naar Simeon kijken, de wachter van de nacht, de schouwer van het licht en de schildwacht van de eeuwigheid. Broeders en zusters, u en jullie, hier in de koerkerk van de Oude Kerk op Scheveningen, of dichtbij of ver weg thuis met ons verbonden, gemeente in de naam van de Heere Christus. Simeon in de tempel, dan denk je al gauw, oh, dat is voor na het kerstfeest. Want hij nam toch het kindeke in de armen, heeft de heiland gezien. Maar wat we vanmorgen doen, dat kan ook. Evengoed kunnen we Simeon naar voren halen als een adventsgestalte. En dat doen we op deze derde zondag van Advent. En dan zien we een wachtend, een verwachtend mens. En hij zag uit naar de vertroosting van Israël, zoals dat daar wordt genoemd. Het goede, de redding, het heil. Niet alleen voor Israël, maar ook voor de andere volkeren. Hij verwachtte wat je vandaag zou kunnen noemen het andere, het betere deel van het leven. En als we Simeon vanmorgen wat volgen, dan komt het ook wel bij ons op. De vraag en misschien ook wel een beetje de strijd, zijn wij ook in staat om zo door de wereld heen te kruipen, soms af te zien van de dingen, veel te incasseren en te wachten, te verwachten en vooral te hopen en vol te houden, zoals Simeon deed. We zouden in de tijd waarin we leven, ik citeer het maar, een lied kunnen zingen dat nu de bloemen nog doodgaan en dat de oorlogen voortwoeden en het klimaat steeds meer wordt bedreigd en de bestaanszekerheid wordt ondermijnd en dat te krap is in de huisvesting en dat we zo tegenover elkaar gesteld zijn. Waar is nog het midden van ons volk en de verbinding? We zouden kunnen zingen, nu ben je soms zo alleen
is de dorst en verdriet, moet je huilen. En als je weg wilt schuilen, kun je haast nergens heen. Voor veel mensen is dat de grondtoon van het leven vandaag. En er zit zoveel teleurstelling onder de mensen. En ook dat alles in verval is. Waar moet het naartoe? Zou je dan nog kunnen zingen wat je in de advent mag leren? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Of is dat een doekje voor het bloeden? Een dooddoener. We hebben het over Simeon. Noem u het eerste kapstokje. De man is een wachter. Een wachter van de nacht. We leggen onze vragen ook aan Simeon voor. Hoe zou u dat nu zien? Als u aan Simeon denkt, wat denkt u dan aan? Vaak denken we dan aan een oude man die al op leeftijd is gekomen. Want hij wordt in één adem genoemd in dit stukje met Anna. Misschien moeten we op de Oudejaarszondag maar eens over Anna spreken. En van Anna wordt gezegd dat ze al een tachtiger was. Dus dan neem je aan ook bij Simeon dat hij een grijsaard is. En omdat hij het verlangen heeft naar God. Als hij het kinderke in de arm neemt, omdat hij zegt van nu kan ik wel gaan, nu kunt u me wel losmaken. Denken we dat hij bijna aan het einde is. Dat is iets te vroeg gezegd van Simeon. Het kan ook nog een vitale senior zijn die vandaag nog naar de sportschool gaat. Bij wijze van spreken. Er staat niks over zijn leeftijd. Dus je moet niet te gauw denken, om Toon Hermans te citeren, dat hij aan zijn laatste eindje toe was. Als Simeon zegt ik kan wel loslaten, betekent het ik kan ook een heleboel zorgen loslaten als ik de heiland van God heb gezien. In het algemeen moeten we oppassen met het beeld van ouderen. De maatschappij duwt je al zo gauw aan de kant, omdat je zogenaamd niet productief meer bent. En misschien zijn er wel ouderen ook onder ons, in een ouder wordende gemeente, die de gedachte hebben van, besla ik mijn plaats nutteloos? Zit ik soms anderen in de weg? Moet ik soms gaan? Dat is niet van Simeon. En we moeten ook niet de sfeer nemen van Louis Couperus in zijn roman van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Dat is droefgeestig. En we moeten ook niet de gedichten nazeggen van J.C. Bloem. Zo staat het op zijn grafsteen ver in Overijssel, achter Steenwijk gebeiteld. Ik heb het wel eens een paar keer daar gezien. Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij. Dat is zo somber. Bij Simeon zie je dat in de herfst ook iets rijpen mag, verborgen. Hij heeft een schat aan levenservaring. Hij is een geoefend mens. Niet met het geheugen van een eendagsvlieg, maar hij kan iets van het verleden zien, het heden proeven, waar hij niet alle antwoord op heeft, maar zich ook vastgrijpen aan de toekomst des Heren. En geen van die woorden ter aarde laten vallen. Bij Simeon denk ik aan een mens die het niet alleen maar heeft over economie, of over techniek, of over politiek, maar die een innerlijk leven kent, geestelijk is, spiritueel is, vol verwachting is. Hij heeft een levensbeschouwing. Ik zei net, ik moet dat nu noemen, hij is een wachter van de nacht. Een wachter die neer wordt gezet als het nacht is. En nacht roept allerlei gevoelens, onheilspelbaar, ongeborgen, bij ons op. Een wachter van de nacht die moet in de donkere, koude uren, waarin wij ons bedreigd voelen, erop uitgaan om de randen van het bestaan te verkennen. En te speuren of er onraad is, wat ritselt daar, wat beweegt daar. Een wachter moet doen wat je hoopt van meer blauw op straat, politie.
de vigilaten, de wacht houden, opdat een ander gerust kan slapen. Hoe wee als je de nachtwacht niet houdt en niet goed oplet. Een van die vreselijke dingen uit die oorlog voor Israël en de Gaza-strook is dat ze dachten, de automatische hekken blijven wel gesloten. Er komt geen gevaar. En als je de wacht niet houdt en de politiek ook een spulletje van maakt. Nederland maakt er een spulletje van. En dan, nou ja, in zoverre we dat nieuws doorkrijgen, in Israël maakten ze er ook een spulletje van. Dan komt de vijand over de grenzen heen en die slaat je dood voordat je er erg in hebt. Dus een wachter van de nacht moet scherp zijn. Die moet een innerlijke kracht hebben om boven de waan van de dag en de gewone dingen vol te houden en uit te kijken. Wachter van de nacht, wilt u opletten en wilt u ons waarschuwen als er gevaar dreigt? Wachter van de nacht, wilt u ons ook zeggen of het nog veranderen kan? Kan de tij nog worden gekeerd? Wat moeten we doen? De wachter van de nacht heeft energie en durf nodig. Misschien hebben de apostelen dat wel bedoeld als ze in het Nieuwe Testament in de brieven schrijven: gij hebt volharding nodig. Je moet kunnen volhouden. Niet meteen omver liggen, maar volhouden. Een sterk eigen innerlijk leven hebben. Dat tekent Simeon. Hij houdt de wacht in de maalstroom van de tijd, in de daluren van het leven, in de dulle momenten die er zijn. En hij kijkt niet op de klok of die wordt afgelost. Waarschijnlijk zal die langer moeten staan dan hij gedacht had. Ik blijf staan opdat u kunt rusten. En ik wek u als het zover is. Simeon, de wachter van de nacht. Zulke Simeons gestalten, ze zijn misschien nooit zo dik gezaaid in de samenleving. Dat zijn de mensen die het schip der kerk en der maatschappij varende houden. Die Simeons gestalten, die noemen we dan de stillen in den landen. Ja, dat is een uitdrukking die eigenlijk al in de Bijbel voorkomt. Ik geloof in Psalm 35 ongeveer. Maar de stillen in den landen, het is in Nederland ook vooral bekend geworden door Willem Bilderdijk en door Guillaume Groen van Prinsterer, 18e, 19e eeuw. Die hebben dat begrip ook heel duidelijk bij ons gemaakt. De stillen in den landen, dat zijn de mensen die niet alleen de krant en het nieuws volgen, maar ook nog de vinger bij Gods woord houden. Die de psalmen kunnen zingen en die de gebeden kennen en die de samenkomst nog opzoeken en die leven vanuit hun geloof en hun verwachting op God. Die een ontvankelijk hart hebben, ook voor signalen die van boven komen. De stillen in den landen, dat was, Lucas tekent er nogal wat, in Israël ook een begrip. De stillen in de landen, dan denk je aan Maria en Jozef, Elisabeth en Zacharia, Simeon en Anna. En ook die rouwdouwers die van het veld kwamen, de herders, werden getrokken bij de stillen in den landen. Ze hoorden bij wat in de Hebreeuwse taal dan de armen heet. Ze waren niet bij de bezittende groep. En ze willen vooral weten wat God te zeggen heeft. En ze verheffen hun stem niet op de straat. Je ziet ze 's avonds niet in de talkshows die de dagsluiters zijn van de televisie op een dag. De stillen in den landen. Als Groen van Prinsterer het daarover had, dan had hij het over de mensen die ook wat in stille afzondering leefden. Iets kenden van het pietisme, iets kenden van de innerlijkheid, aanbidding en bezinning. Ze wilden trouw zijn aan het evangelie en aan de belofte van God. Terwijl ze de officiële mainstream en de grote lijnen van het protestantisme vaak veel te veel gedoe vonden en misschien wel veel te vrijzinnig vonden, ze hadden een eenvoudige vroomheid en die droeg hen voort.
Ze hoorden niet bij de machtigen en toch droegen ze de kerk. Ze drijven niet mee met alles en nog wat. Ze luisteren vooral naar, hoor ik ook de stoepvoetstap des Heren. Als er gevraagd werd om een bijdrage, dan sloegen ze dat niet af. Dan deden ze wat in hun vermogen lag. Zorg voor anderen, steun geven. Trouw blijven in het geloof dat geleerd is. Dat door de wisselvalligheden van het leven heen volhouden. Ook als je persoonlijk gekwetst wordt. Ze lijden aan de tijd, ze hebben pijn. Ze hebben er pijn van dat ze het geloof niet zomaar kunnen overdragen aan anderen. Zit het nog in de ziel van de jongeren? Hebben andere mensen dit ook? Ze hadden weinig invloed op de cultuur. En toch die smalle kurk waarop de gemeente drijft. De stillen in den landen. Zulke mensen zijn er altijd geweest en zullen er blijven. Ook in het kerkelijk landschap. Simeon is een van hen. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, let u op voor ons. Misschien kunt u het wel beter dan wij. Ga een kapstokje verder. Naar de wachter van de nacht is Simeon ook de schouwer van het licht. En dan maar het licht met hoofdletter L. De schouwer van het licht. Hij doet zijn naam eer aan Simeon. Dat heeft te maken met die gebodslezing uit Deuteronomium 6. Hoor Israël. Simeon, dat betekent hoor, let op, luister. Shema Yisrael, de Heere is onze God. Dus Simeon is een luisterpost. De wachter van de nacht is een luisterpost. En die kijkt ook met verlangen uit of die de eerste glimpen van het licht, de eerste contouren van de nieuwe dag ziet komen. Hij luistert. Ook dwars door de tijd heen, zoals wij vanmorgen luisteren. En misschien hebt u wel een goede zondag gewenst aan de anderen. Of is aan u een goede zondag en een goed gehoor gewenst als je in de gemeente komt. Simeon, de schouwer van het licht. Er worden een paar dingen gezegd over zijn leven. Mooie kwalificaties. Hij is rechtvaardig, hij is vroom. Hij zag uit naar de vertroosting. De Heilige Geest rustte op hem. Nog niet meteen denken, ja, maar dat is een supermens, daar haal ik het nooit bij. Er zat geen krimpje en geen vuiltje en geen krasje op. Jawel, ook op zijn ziel. Als er staat, hij is rechtvaardig, dan betekent het niet dat hij geen fouten maakt en geen zonde doet. Maar het betekent wel dat deze man rechtvaardig weet hoe hij gerechtvaardigd moet worden. En dat hij aangelegd is op God. En dat hij graag van God hoort. Heilig, rechtvaardig, maar ook genadig en liefdevol. Rechtvaardig betekent aangelegd zijn op God. Je hart gaat uit naar God. Er wordt gezegd dat hij vroom is. Bij vroom krijgen wij soms een klein beetje een smaakje in de mond. Dan denken we, altijd is Kortjakje ziek, midden in de week, maar zondags niet. En dan heeft het soms bij ons ook wel eens een gevoel van schijnheiligheid. Dat is geen vroomheid. Vroomheid betekent ook dat je nog probeert in je innerlijk andere dingen op te vangen dan alleen maar woorden of argumenten of gebeurtenissen. Ergens in het hart rust ook iets van, hier moet het voedsel van God terechtkomen. En laat ik dat bewaren in mijn hart. Dat is met vroomheid bedoeld. Geen negatieve klank. Het is nauwgezet, gaaf, integer omgaan met de dingen. Serieus zijn ten aanzien van het geloofsleven. Godvrezend, vroom, goed en eerlijk. Vrezen des Heren, oprecht, gaaf. Een man waarin het bedrog er niet van afdruipt. Simeon. Rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. Zijn hele leven wacht hij al op de redding van God. En de vertroosting van Israël is niet alleen voor Israël. Het is wel in de eerste plaats voor Israël. De heerlijkheid voor Israël. Maar het is tegelijkertijd ook licht en redding voor de volkeren. Hij keek dus uit naar de Messias. Naar de komst van Christus. Het Messiaanse heil. En hij speurde steeds of de dingen van God, de beloften, ook al dichterbij kwamen. Hij keek uit naar de vertroosting van Israël. Sommigen van ons zijn één keer of meermalen op reis naar Israël geweest.
En dan doe je in dat drukke programma, hè, uitrusten moet je doen als je thuis komt, ook Nazareth aan. En dan in Nazareth, dan kom je daar, Nazareth is voor een deel christelijk-Arabisch en voor een kleiner deel, maar dat is een aparte stad. Daarnaast is het een nieuw-Joodse stad. In Nazareth staat de aankondigingskerk, Annunciation Church, de aankondigingskerk. Een wat theatraal, groot katholiek gebouw, misschien een jaar of 50 oud ongeveer. En vanuit allerlei katholieke gemeenschappen in de wereld is eraan bijgedragen. Als je dan op die etage boven bent, dan heb je zo'n deur waardoor je naar buiten kunt. Dat is de Nederlandse deur. En daar staan die woorden van van Simeon op, in dat brons gegoten. Dat de Christus is gekomen, de heerlijkheid voor Israël, maar ook het licht voor de heidenen. Zo zijn wij er ook bij gekomen. Die vertroosting van Israël is ook naar ons toegekomen. Dat is dus een eerbetoon in die kerk. Je hoeft er niet rooms voor te wezen om dat hartstikke mooi te vinden. Het is gewoon fijn om zulke dingen te zien. Hoeveel ruimte, hoeveel uitstraling er zit in het evangelie. Ook nu nog, ook nog naar die wildernis waarin we nu vertoeven. In ons land en daarbuiten. Vertroosting van Israël. En dat heeft Simeon niet van zichzelf. Dat heeft de Heilige Geest aan hem geopenbaard. Hij is een schouwer van het licht. Ja, zegt u, maar hij kreeg wel wat ik niet zo heb mogen krijgen. Hij was dus in de tempel en dan komt daar het kindeke Jezus binnen en hij neemt het in zijn armen en hij drukt het aan zijn hart en hij zegt: God, hemelse Vader, grote baas erboven, despoter staat er, grote baas, zegt hij, als moet kan u me wel losmaken, want mijn ogen hebben uw heil gezien. En dan zeg ik en dan zegt u van ja, had ik ook wel even gewild. En dan zeggen we vanmorgen, krijgen we dat dan niet? Is dat niet het innerlijke van de Heilige Geest, ook hier in ons leven? En dat voeden we in deze dienst. Is dat niet het innerlijke van het geloof, dat je ook met geestelijke ogen mag zien en dat je het ook geestelijk mag voelen? We worden vanmorgen niet met een bosje lucht weggestuurd, maar we krijgen vanmorgen het evangelie van de Verlosser. En we mogen meer van Christus weten dan dat Simeon toen al kon weten. We hebben de heilsfeiten gezien, de geboren heiland, de levende heiland, de lijdende heiland, de gekruiste heiland, de gestorven heiland, de eeuwig opgewekte, heerlijkheid voor Israël. En heerlijk licht voor de volkeren. Simeon heeft het licht geschouwd op een bijzondere wijze. En wij mogen het ook schouwen. En ben je in de kerk en zijn we met de preek bezig. U preekt net zo hard mee als ik. Dan voelen we ook aan, Heere God, breng dat ook dicht in mijn hart. Dat ik ook die levende heiland mag ervaren, mag kennen. Je kunt soms ook, terwijl je het om je heen niet ziet, het toch geestelijk zien van binnen. Dan ben je een rijk mens, ook vandaag op Advent, dat je zegt, en toch is God God, en hij wil voor mij zorgen. Onverdiende zaligheden heb ik van hem genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Geen eigen verdiensten, maar genade van God. Het zijn de dingen die we vanmorgen van Simeon horen. Ik had behoefte om wat bij Simeon stil te staan, omdat het een wachtend man is. De man die voelt ook hoe de tijd kan knellen. En die voelt misschien ook wel de ziekte in zijn lichaam. En hij voelt ook hoe het allemaal, en hij ziet het, hoe het allemaal afbrokkelt en hoe het kapot gaat. En hij zegt, wat moet dat worden? En met dat hij lijdt aan de tijd, en dat hij zich misschien wel bont en blauw ergert aan die Romeinse macht en aan al dat gedoe wat er is, het gedoe, wil hij niet verweest zijn en verdwaasd zijn, maar klampt hij zich vast aan het heil. Houdt hij het kindeke aan zijn hart, drukt hij het evangelie dicht aan zijn gevoel en aan zijn verstand. Er zijn van die tijden, zeggen wij, dan heb je zo weinig gemeenschap in het geloof. Misschien weinig contact met God en helemaal weinig contact met anderen. Dan word je zo weinig geprikkeld, zo slecht aangemoedigd.
Kon ik het maar beter doen, zeg je. Kon ik maar dichter bij een ander komen. Kon ik hem of haar ook maar overtuigen dat we op zoek moeten. En dat er naar ons wordt gezocht door God. Kon ik het maar sterker overbrengen. Hoe moet het verder? Op die momenten staat een Simeon als een wachter in de nacht. En als een schouwer van het licht. Misschien zijn er wel mensen onder ons vanmorgen die zeggen, ja, het is ook mijn eigen schuld dat het allemaal niet gaat zoals het zou moeten gaan. Dat het aan mijzelf ligt. Het zou soms zo kunnen zijn dat je zegt, ik heb de dingen niet goed aangepakt in mijn leven. Ik had veel eerder moeten waarschuwen of moeten meegeven. Niet altijd is dat wat je moet zeggen. Niet altijd. En dan weten we ook dat er van die rare golfbewegingen zijn. Soms lijkt het dat de wereld de baas wordt over het koninkrijk van God. Maar we geloven vanmorgen dat het koninkrijk van God uiteindelijk zal doorbreken. En soms moet je dan ook wachten. En je weet niet waarom je wachten moet. En verduren. En volhouden. Maar vooral volhouden. God hanteert zijn eigen tijd. En in de tijd dat je wachten moet, moeten de worteltjes ook gevoed worden. En dieper uitgeslagen worden. En wil je de beloften aangrijpen. En wil je ook verstillen en innerlijker worden. Door een geestelijke dorheid heen kun je soms zo blij zijn met de belofte van God. En het geloof kan lang wachten. En wat sommige ouderen zeiden vroeger, misschien laat hij ons ook wel op het mooiste lang wachten. Simeon die wachtte, maar die de vertroosting van Israël heeft gezien. Mag ik naar het laatste kapstokje gaan? Het gaat over de stillen in de landen vanmorgen, die de wachters zijn van de nacht en die de schouwers zijn van het heil. Ze hebben nog het evangelie, hè? Dat houden wij ook vast vanmorgen. Het laatste kapstokje. Ze zijn ook de schildwachten van de eeuwigheid. Die uitdrukking schildwachten van de eeuwigheid komt waarschijnlijk vooral uit de koker van Johannes Calvijn. Calvijn die eigenlijk voor ons in ons gereformeerd protestantisme belangrijk is. Hij heeft voortdurend die gedachte van de eeuwigheid naast de tijd gezet. De tijd en de tijdelijke en het gedoe, ik ben er deel van, ik doe eraan mee. Maar daarbovenuit schuift al een nieuwe eeuw naar ons toe. De komst, de wederkomst des Heren. De eeuwigheid. Het is Advent vandaag. De derde Advent dan. Advent betekent niet alleen maar dat we ons voorbereiden op de vreugde, een mooie versiering en de viering van het kerstfeest. Niks mis mee. Alsjeblieft, maak er wat moois van met elkaar. Dat willen we graag allemaal doen. Maar Advent betekent ook, zit er nog in ons ook die twinkeling of die doorvoeling, die verwachting dat dit niet het enige is. We moeten ontzettend ons best doen. We moeten zien dat we van de grondvesten af met het, vergeef het woord, zootje ongeregeld dat we bij elkaar hebben, ook in de politiek, dat er nog een kabinet wordt gebouwd, mens nog aan toe. Het moet nog over de hele winter heen als ik die verhalen hoor van de week. Ja, ja, ja. En het is niet allemaal maakbaar. We moeten ontzettend ons best doen, ook voor het klimaat en voor de samenleving. En de oorlogen moeten ophouden en er moet gerechtigheid komen, ja. We moeten werken aan een betere wereld, ja. Maar het is niet alles maakbaar. Mogen we vanmorgen ook nog met kracht zeggen, en uiteindelijk komt het allemaal van de andere kant. Schuift de komende eeuw over deze oude bedeling heen. Advent betekent ook dat we Maranatha-christenen zijn. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Dan zal de Zoon des Mensen wederkomen op de wolken van de hemel. Dat geloof dat de oude wereld voorbij gaat. Zelfs een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. En hoe dat zijn zal, we bouwen het niet op, het schuift naar ons toe. En dat we ons daar ook op zullen voorbereiden. Schildwacht van de eeuwigheid.
Dat je de krant leest en het nieuws volgt. En u doet dat. En ik doe dat ook nogal vinnig en zo. Op mijn manier dan een beetje. Maar dat je bij dat alles ook nog luistert in de nacht. Naar de tonen van de eeuwigheid. Schildwacht van de eeuwigheid. Op wacht staan totdat God komt. En dan misschien die 5 wijze meisjes en niet die 5 dwaze meisjes. Dat we nog in ons hart de verwachting hebben. God komt nog grote dingen doen. Dat horen we ook bij Simeon. Die tergende tijd waarin hij leeft toch probeert te verduren en te verdragen. En dat hij zegt, maar het beste van God, dat komt nog. Dat is niet dus een dom afwachten. En dat is ook niet zeggen van, nou joh, laat jij nou niet blij maken met zoiets onzinnigs, want dat komt nooit. Dat is de verwachting die ook in de advent gloort van de heerlijkheid des Heren. En dat legt ook een klem bij ons. Heb ik dan Christus wel genoeg lief gehad? Heb ik hem aangegrepen als mijn borg, als mijn zaligmaker? Die vragen komen naar ons toe. We mogen ook werk maken van ons persoonlijk geloof. Deze dingen van morgen uit Simeon. Of hij middelbaar was of oud was, of nog jonger. Hij heeft dit leven gekend. Bij alle drukte die wij maken, de drukke tijd voor kerst en de dingen die we regelen moeten, is er ook in ons hart nog iets van het verlangen naar alle dingen nieuw. Klampen we ons ook vast aan de Messias die gekomen is en zal wederkomen? Veer je nog op van de hoop die in je is? Misschien zijn we wel oud, heel oud. Zuster Huibers wordt binnenkort 100 jaar. Maar ons hart mag jong zijn. En we houden ons vast aan de glorie des Heren en aan de toekomst des Heren. Je moet je neerleggen bij wat er is hier en nu. En toch, ik verwacht de komst des Heren. Er is meer in dit leven dan alleen het vergankelijke. Wat een mooie geschiedenis van morgen. Wat betekent Jezus in mijn leven? Is de plaats bij mij ook voor hem? En als ik iets voorneem voor een nieuw jaar of voor de toekomst, mag het dan zijn dat ik mijn hoop op hem zal stellen? Boven alle dingen uit verkondigen we vanmorgen de grote naam des Heren. Als hij terugkomt op de aarde, zal hij dan het geloof vinden? Vindt het ook bij mij, maar dan niet een geloof prachtig en klaar, want ik ben een brandhout uit het vuur gerukt. Heren, kom me te hulp. Heren, help me tegen mijn ongelovigheid. We verwachten de komst des Heren. Nu houden we vol in het evangelie. En de helft is ons nog niet aangezegd. En laten we behoren bij de stillen in den landen. Amen. Hosanna zingen,
Hij komt met macht. Hij schenkt met volle handen diezelfde darmoe draagt. Dezelfde schande die steeds naar zondaars vraagt. Wij willen al te saam die tal van u ontvingen, u ons Hosanna zingen en prijzen u. Vooraf aan het gebed, misschien nog enkele wat meer pastorale mededelingen. We zijn blij om zuster Huibers de Ruiter in de kerk te zien vanmorgen. Bent u inmiddels ook verhuisd naar een ander adres? Ik hoor het straks bij de koffie wat u wilt vertellen met dochter en schoonzoon. Bent u hier, zuster Huibers, die toch in de kerk wilde komen vanmorgen? En op 1 januari de hoge leeftijd van 100 jaar hoopt te bereiken. Ook dan ben je toch een gewoon mens, hè? Maar wel met verwachting. En fijn dat u vanmorgen bij ons bent. En ik hoop ook dat het in de omstandigheden van nu, die minder zijn dan voorheen, toch ook nog een goede gedenkdag voor u mag zijn straks. En ga met God. Noem even dan uit mijn eigen kring, laat ik dan maar zeggen, mijn Aafje van der Luit. Ze is niet bij ons vanmorgen. Ze haalde vrijdag, had de oppas over een kleinkind, kleinzoon Tibe, een fors jong van nog geen 2 jaar. En dan bijna de trap af, dan valt ze van de trap. En dan breekt ze gecompliceerd haar linker enkel. En die jongen mankeert niks, maar haar dus wel. Dus dat is een operatie vrijdagavond geworden in het ziekenhuis Alreine in Leiderdorp. En daar is ze ook nu nog. En misschien dat het vanmiddag is dat ik of haar dochter of samen dat we erop halen. Maar dan komt er dus een tijd van revalidatie. En dat zit haar natuurlijk goed dwars. En misschien anderen en mij ook wel. Maar zo gaat dat soms. Ik denk dat moet ik even vertellen, want er waren allerlei taken die ze ook zou doen in de komende tijd, maar dat moeten we met elkaar maar oplossen. Ook dat wat wij gaan doen, Bert, want we gaan zaterdag nog lessons en carols doen. De mensen in de gemeente zeggen, je zorgt dan wel voor een mooi Nederlands kerstlied, want we willen meedoen. Dat heb jij ook gehoord, hè? Dus zo doen we dat. 4 of 5 samenzangen, dus dat is fijn. Maar het is een mooie mix en dat doen we dus zaterdagavond in de kerkzaal. En we hopen dat dat weer goed gaat lukken. En Wil en ik zullen voor de lezingen zorgen, denk ik. En ook met de kerst en ook de zondag ertussenin gebruiken we dus de kerk. Dat is de afspraak. Het schip van de kerk. Ik zei grote kerkzaal. Het schip van de kerk. Kijk eens aan. Wat blij dat jij mij aanvult. Ik denk dat dat de mededelingen zijn die we kunnen doen. En dan ook sterkte toewensen aan diegenen die sterkte nodig hebben. Onze broeder Wim Buijs met zijn medische uitslag. En anderen die dat ook in hun eigen leven moeten verwerken. We leven van wat we gehoord hebben uit het woord van God. Zullen we eindigen met gebed. Heere in de hemel, we danken u voor het kostbaar evangelie. Dat vlees en bloed is geworden in Jezus Christus. En dat we een geboren vakman en een geboren zaligmaker hebben. Die alle menselijke dingen heeft doorgemaakt. En die ook in de diepten van ons leven, ook als zich in ons leven dingen aftekenen die we graag niet hadden gehoord, ook bij het verval van de ouderdom, ons draagt, verdraagt en doordraagt. En dan zeggen we vanmorgen, mijn ogen hebben uw heil, de heiland, gezien.
Bereid ons voor op een mooi kerstfeest, op een innerlijk, een geestelijk, een spiritueel kerstfeest. En al die ontmoetingen die komen en in de feestdiensten die komen en die we hier of elders zullen vieren. Heren, laat er een vreugde zijn. En laat er nog weer nieuwe mensenkinderen van u geboren worden. Ook misschien wel oude mensenkinderen nieuw geboren worden, doordat we het evangelie vastgrijpen. Het is zo'n kostbare boodschap. We hebben zoveel moois te vertellen en te beleven, ook in de gemeente. Dat trekt ons, dat geeft ons innerlijke kracht. We bidden u voor mensen die we genoemd hebben en niet genoemd hebben. We bidden u voor mensen die zorgen hebben of met ziekte moeten leven. Voor de mensen in verpleeghuizen, in verzorgingscentra. We bidden u voor de mensen van wie de geest verdonkert. Die het allemaal anders zouden nog anders willen uitdrukken dan ze doen, maar die dat niet meer kunnen. Ook voor de mensen van wie het lichaam verzwakt en de geest verzwakt. En het is soms maar zo'n klein beetje, waar dien ik nog voor? Geef ons ook de genade dan van het wachten. En misschien wel de genade van allerlei hulp die ons dan tegemoet komt. Ontferm u over ons, over onze zieken. Ook over de mensen die op een operatie wachten. U weet, Heere God, hoe kwetsbaar we zijn. Maar toch, in uw hand, de Heere denkt aan ons. Wat een groot goed is dat. Mag het geloofsleven worden bevorderd. Wilt u aan de kerken kracht en uitstraling geven. Het zendingswerk, het missionaire werk zegenen. En mag er ook in de weken die komen een goed gerucht uitgaan van het evangelie van de hemel. We, op aarde alleen redden we het niet. De boodschap van boven, geef ons die. Geef wijsheid aan de mensen die in ons land aan het bestuur werken. Wil de gesprekken nog zegenen. Laat ze ook soms heel geestelijk mogen zijn. Doe de oorlogen bedaren, als we het u zo vragen mogen. Dat de strijdbijlen worden neergelegd. We denken aan de Oekraïne. We denken aan Israël en de omringende volkeren. We denken aan dat wat in de Gazastrook bezig is. En het gaat soms allemaal glad verkeerd en moeten van schaamte de hand op de mond leggen. Maar volvoer uw plannen. Wat zou het mooi zijn wanneer de toegroei komt en dat die scheiding ophoudt. We danken u voor de dingen die u ons gaf, die bijzonder zijn. En dat we naar de kerk konden komen vanmorgen. We bidden u in stilte wat ons gebed is of dankbaarheid aan u. Hoor ons. In Jezus' naam. Amen. Vrienden, zullen we onze slotzang zingen? Wij doen dat met een lied uit de evangelische zangbundel, uit de bundel Opwekking, 379. Heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Jezus, heerlijk is uw naam. Als u de melodie hoort, dan kent u het. We gaan dat staande zingen. En ik hoor ook het blije kindergeluid. Ik denk dat we dus nog klantjes binnenkrijgen nu uit de oppas. Hoe is het, Gerdien? Wat denk jij? Zouden ze komen?
der wereld droeg. Heilig Lam van God. Jezus, Jezus, Heilig Lam van God. Waardig bent u hier, waardig bent u hier. Alle macht en heerlijkheid, waardig bent u hier. Jezus, waardig bent u hier. Fijn dat we hier waren. Hartelijk dank dat u in de gemeente was en dat u ook met ons verbonden was, waar dan ook thuis. En we gaan uiteen onder de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u zijn vrede. Amen.